Vindt u het mooi? Nee, ik vind het niet zo mooi. Nee. Zeker zoals het afsteekt tegen de andere kunstwerken. En het is ook een stijl die me niet heel erg aanspreekt, maar het is wel leuk dat het er staat, hoor. Origineel eigenlijk. En het staat er al heel lang. Toen was dat nog niet zo in zwang eigenlijk. Ik heb er net even omheen gelopen en ik vind wel dat qua substantie en vermaak vind ik het er wel aardig uitzien. Ik vind het een beetje oudbollig. Wat denkt u dat het voorstelt? Een liggend persoon. Een liggende figuur. Ja, het zou een fundering kunnen zijn of een wederopbouw. Het is een mens en die ligt. En we kijken nu van de verkeerde kant, denk ik. Ik denk dat het een liggend mannetje is uit de modernistische blokken opgebouwd. En wat we hier zien is een pilaartje waar hij tegenaan leunt en zijn achterhoofd, denk ik. Waarom is het gemaakt? Nou, dan moet ik het idee op schilder blijven. Ja, omdat we als cultuur toch de behoefte hebben om ons creatief te uiten en daar ook op te reflecteren. Dus kunstenaars zijn bezig om hun fantasie te materialiseren en wij als gewone mensen kunnen daar naar kijken en ons laten inspireren. Ik denk dat hij in de jaren 50 met dat soort vormen bezig was. Ja, ten eerste zal het iets zijn wat de kunstenaar zelf mooi vindt. En ten tweede misschien om rust uit te stralen. Staat het op een goede plaats? Ja, ik denk het wel. Het is lekker zichtbaar. Het is leuk dat het hier staat. En het staat op een rijtje van allerlei objecten die volgens mij allemaal mensfiguren zijn. Alleen de interpretaties ervan op verschillende momenten in de tijd. En ik betwijfel of het ook chronologisch staat, maar dan staat het wel leuk. Ja, het staat wel op de goede plek, want ik vind de houding wel mooi. Zeg maar, van passend bij dat water. Maar zo'n rit beelden. Nou, ik vind niet dat al die beelden bij elkaar passen. Hier aan deze kader vind ik van wel. Met alle andere kunstvoorwerpen. Ik vind het wel dat een functie heeft. Voegt het iets toe aan de stad? Ja, absoluut. Ja, ik vind van wel. Ik vind dat kunst altijd wat toevoegt aan een stad. Maar of het specifiek dit kunstwerk is, dat hangt er vanaf. Dit werk op zich als toevoeging aan de stad zou vervangen kunnen worden door een ander werk. Maar ik denk dat deze promenade, ze hebben hier toch een leuke looproute van willen maken en dat is er denk ik wel gelukt. Hoe oud denkt u dat het is? Oh, dat is al heel oud, want ik ken het al zo lang. Ik denk een jaar of 15 à 20. Ik denk niet zo oud. Ik denk uit de jaren 70. Jaren 50. 5 jaar oud. Wat voor cijfer geeft u het kunstwerk? En ik vind dat het hier heel goed op zijn plek staat. En zoals ik al zei, tussen de andere werken. Het steekt er een beetje tussenuit omdat het wit is. Dat is wel leuk. Ik hou niet zo erg van deze stijl, dus het werk op zich geef ik een 5, maar dat is echt persoonlijke voorkeur. Ik wil daarmee niet zeggen dat het slecht werk is. Een 7. Ik vind het mooi, 8. Nou, een 7.